Waarom ben ik vandaag zo verschrikkelijk noob? Dit is echt niet normaal. Yo, Nintendo fans. Hier spreekt Orbulon, uw favoriete alien in WarioWare. Welkom bij een nieuwe video. Orbulon vraagt u allen om uw duim omhoog te doen en te abonneren als u dat nog niet heeft gedaan. En dan gaan wij verder met WarioWare. Wario zegt, waar jij stuntelaar, wat doe je? Orbulon zegt, oeps. Foutje. Daar komt hij. Orbulon die zuigt iedereen op. Hij wil de aarde komen veroveren. Maar hij vindt eigenlijk wel chill hier op aarde. Straal alles op. Mijn trekstraal, hij doet het niet. Hij is kapot. We moeten alles opruimen. We moeten de spelbugs verwijderen. Heel deze game zit vol met bugs. En dit is het verhaal van Orbulon. Met Orbulon de wereld rond. Hallo, mijn reisprogramma begint. Ik heb een mooi programmaatje gemaakt. Kijk. Kijk mij hier in de Goro-woestijn. Ik zuig alle sacrofagen op. Ik zuig piramides op. Zelfs in Takechiko in Japan zuig ik een oma op. Het is niet oké, vriend. Het is niet oké. En waarom pak je alleen dat gouden beeld? Ha, oh, het lukt hem wel. Ik wou net zeggen, dat lukt je niet. Maar het lukt hem wel, potverdorie. Oh, gaat hij Wario's huis opzuigen? Nee, dat doet hij maar niet, want dat is te smerig. Nice. Zo, dit is de buit. Ja, oma is er ook bij. Hij is helemaal blij. Palmboompie op zijn bakkes. Hij heeft souvenirs voor al zijn vrienden. Ik vind Orbulon wel cool. Laat het stromen. Oké. Oh, wacht. De andere kant op. Zo. Kom op. Oh, net op tijd. Oeh, ik zag hem echt heel laat. Wow. Dit is spacend wat hier allemaal gebeurt. Raak hem niet aan. Oké. Deze moet er bovenop. Oké, ja. Nee, dit ging fout. Dit is jammer. Ik begreep hem echt super lang niet wat ik daar moest doen. We moeten hier door de ring heen. Dit gaat top. Ik begin even opnieuw. Ik wil even mijn vier levens terug. Want het ging anders helemaal nergens over. Kijk. We moesten op het juiste moment moesten de trommel slaan. Nu lukt het wel. Maak hem na. Deze moet hier bovenop. Oh. Dat moest andersom. Je kan er maar één tegelijk pakken. Ik wou gewoon allebei tegelijk pakken. Maar dat ging blijkbaar niet. Oké, nou, dan weten we dat ook weer. Sneeuwpoppie-puzzel is vervelend om te snappen. Wat gaan we nu doen? We moeten nu er doorheen. Wat ziek idee. Kijk, die lukt nu ook. Lekker bezig. We hebben nu tenminste nog drie levens in plaats van één. We spelen. Ja, gitaar spelen. Oh, die kennen we natuurlijk al. Nice. Mike moet even erachter kijken. Ja, Snoopy zagen we. Dit Snoopy zagen we. Eén, nee, twee kleurtjes en niet drie kleurtjes. Oké. Orbulon, doe je ding, jongen. Draag hetzelfde masker. Ik zag maar twee maskers. Dat masker hing bovenin. Hoe gemeen. Nee. Ik vind Orbulon niet leuk meer. Ik vind Orbulon echt niet leuk meer. Dit ging aan... blussen? Ja, zo denk ik. Zo? Bluss hem! Jemig de pemig. Oké, we moeten T zetten. En dat is gelukt. Ik ging gewoon even rondjes draaien. En dat lukte gewoon... Oké, in de spotlight. We moeten de spotlight draaien. Wat een drama! Weer opnieuw, jongens! Hoe bedoel je, vindt dezelfde? Oh, ik moet die poppetjes veranderen, joh. Jemig, man. Oké, laat het stromen. Ja, dit moet wel lukken. Het duurt vet lang voordat ik deze puzzel snap. Hartstikke idee. De doorheen lukt wel. Nice. Op het juiste... Waarom ben ik vandaag zo verschrikkelijk noob? Dit is echt niet normaal. Freaking Orbulon. Oké, jongens. Ik ben nu in level 10 met al mijn levens. Zie je, ik moest gewoon even focussen. Kijk, hoppakee. Deze is ook aangestoken. Level 11. Ik weet niet wat er met mij aan de hand was, jongens. Ik was volledig noob. Oké, dan moet... Ja, dit moet zo. Ja, let's go. Oké, die hebben we ook. Deze cultuurlevels, jongens. Level 12. T
thee zetten. Ja, dan moeten we gewoon keihard dit ding rammen zo. Hoppakee, level 13. Eentje uitgraven, oké. Top, dan graven we er even eentje uit. Helemaal goed. Level 14. In de spotlight, we moeten... Oh, we kunnen ook hem gewoon in de spotlight zetten. Ik dacht dat we per se die lamp moesten draaien, maar we konden die gozer ook gewoon klappen. Dan nu, het laatste level. Wat gaat hier gebeuren? Wat moeten we doen? We zien een vogel. Wat gaat die vogel doen? Die gaat er de boot laten komen. Ja, prachtig. Oké, we moeten ze doorlaten. Prima. Dan kan ik toch gewoon dit doen, zo? Toch? Of moet ik de andere kant van de boot ook... of van de andere kant van de brug ook fixen of zo? Of heb je kans dat ze aan de andere kant gaan komen? Kijk, deze moeten door... Wat? Oh ja, deze moeten doorheen. Ik dacht even dat ze tegen elkaar aan gingen rijden, joh. Oké, ik moet dus busjes doorlaten en boten. Dan gaan we nu de brug maar weer omhoog doen, denk ik. Zo. En ja, cool. Brug laten zakken, denk ik. Oh, 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 vogel. Vogelauto. Oh, wacht even. Die vogel moet even kapot. Die vogel wil de brug omhoog doen zomaar, terwijl wij dat niet willen. Denk dat we nu de brug gewoon weer omhoog kunnen doen. Tenzij er nu een auto komt. Tenzij er nu een auto komt, maar die komt niet. We moeten nu heel snel de brug laten zakken, want er komt nu wel weer een bussie. Lekker Engels trolleybussie, of hoe je dat ook mag noemen. Komt er nog meer aan? De laatste! Doei! Dag! Veel plezier in uw tijd in Londen. Deze was dan weer super makkelijk. Terwijl die minigames, die waren allemaal echt helemaal poepie en moeilijk te begrijpen. En dan heb je dit en dat is net alsof ik als een 35-jarige een puzzel voor iemand van 3 jaar moet maken of zo. Anyway, Orbelons wereldje is ook weer bugvrij. En nu moeten we naar Ashley. Ashley die heeft allemaal levels gebaseerd op eten. Ashley, zijn je pinda's bedorven? Wow, 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 wow. Is dit een of andere zieke heks? Ja, Ashley is een zieke witch, jongen. En die is een beetje chagrijnig omdat we hier zijn aangekomen, volgens mij. Ashley is dol op toverspreuken, eten en misschien haar helper Red. Hekel aan schattige dingen, emoties en geleuter. Lijkt me niet de meest gezellige persoon om op je vrijdagavond mee te chillen. Ashley tovert in de richting waar zij naar kijkt. Vliegt ze ook automatisch? Nee, ze vliegt niet automatisch. Oh, dit is best wel relaxed. Dit is wel een leuke karakter, volgens mij. Ja, dit is wel nice. Gewoon vliegen en schieten. Wario die zegt, jij gaat ons helpen. En Ashley zegt, ja, waarom zou ik jou helpen? En Wario zegt, omdat ik het zeg. En omdat? Nou, prima. We hebben je toch niet nodig. Alsjeblieft, dat hebben jullie wel, zegt Ashley. Dit is de enge mansion van Ashley. What up daar? Wat gebeurt er? Wat is een of andere ziek spookhuis? Is Luigi hier toevallig spookjes aan het opzuigen? Dit is haar helper Red, denk ik dan. Ja, dit ziet er gezellig uit daar in huis. Wat een topsfeer. Oh. Oh. Oh, Ashley denkt dat de hoofd van Red een hamburger is. Wat is dit, jongen? Wat zijn dit voor knollen? Oh, blijkbaar, zij worden daar wel enthousiast van. Let's go! Oh! Oh, zij kan hun gewoon in eten toveren. Oh, dat is heel sick. Dat is heel sick. En wat wordt dit voor lekker hapje? Dit wordt de hamburger. Oh ja, dan snap ik dat je enthousiast ervan wordt als je wordt aangevallen door zulke soort figuurtjes. Kijk te gaan, jongen. What? Oké, eerlijk. Ashley is best wel cool. Let's go! Gewicht afmeten. We moeten denk ik van alles eraf gooien. En ik was net op tijd. Ik had net genoeg overgehouden. We moeten dit lekker allemaal opeten. Lekker mais uit de maiskoffie vreten. Lekker. Lekker Ashley. Haal hem eruit. Oké. Ja, zo. Toppie. Lekker. Oké, dit gaat beter dan de Orbelon te nutten. Maar nu hebben we Orbelon. Alleen snoep. Oh nee. Dit is, deze is heel naar. Deze is heel naar. En het werkt niet. Deze moet er nog af. Ja. Net op tijd. Oké, Cricket, doe je ding. Pureren. Lekker. Lekker ananassappie. Ik was net een milliseconde te laat. Instellen. Oh, hij moet naar links. Hij moet naar links. Ja, top. Dan nu Ashley. Die moet gaan schenken. Oh, die moet even... Die moet de hotdog beleggen met ketchup. Heel nice. Moeten de banaan pellen. Dat werkt ook. Top. Goed gedaan. Ashley weer aan de beurt. We moeten nu lekker alle appeltjes van de boom plukken. Dat is ook gelukt. Oké, dit gaat redelijk oké. We zijn in level 10. We moeten nu hem voeren.
Ik ga stuk. Wat een minigame zo. Level 11, kijk goed. Oké, de derde was een kopje. Ik moet naar boven. Hieronder. Oh, ik wou hem van onder die deksel omhoog doen, maar dat lukte niet. We moeten afweren. Hoppakee. We moeten de taart niet laten verpesten door een honkbal. Oké, weg ermee. Weg ermee. Oh, top. Ik deed maar wat, maar het is gelukt. Neem plaats. We moesten even lekker ergens gaan zitten. Nou, dat was ook niet al te moeilijk. Zijn we nu al bij het laatste level? Sick! 3 levens over. Let's go. Wat gaan we doen met Ashley? Wat is hier het plan? Even goed opletten. We zien daar een fruitje. En we moeten die fruitjes uitpersen. Ik denk dat we die moeten schieten. En we moeten niet te veel morsen. Oké, duidelijk. Duidelijk. Ik denk dat er ook nog in het derde krat wat moet. Zo. En dan in het eerste krat nog. En dan? Maar hoe moeten we per... Oh, wacht. Zo, ja. Ik snap hem al. Kijk, zo moeten we persen. We moeten dus niet alleen het fruit in het krat leggen. We moeten ook zo persen, zodat het ook in de kommetjes komt. Oké, duidelijk. Nu snap ik hem. Lekker bezig. Oké, Ashley, doe maar. Ja, top. Toppie. We gaan lekker. Dit is een superleuke minigame. I love it. Ik vind het heel leuk. Dit is de laatste. Er moet nog een beetje fruit in. Beetje fruit. Ja hoor. Ja, dit was nice. Dit was weer een leuk minigamepie. Heerlijk. Lekker wijntje maken. Of druivensap. Kindvriendelijk kanaal, hè. Ik denk dat het druivensap is, geen wijn. Gelukkig ging Ashley een stuk beter dan Orbelon. Want Orbelon duurde een beetje lang vandaag. Kijk, en de gang is nog completer geworden. En Ashley zegt, ja, het zal wel. Boeien, het zal allemaal wel. En dan... Dan kunnen we door naar het volgende level. En dat gaan we doen in de volgende aflevering. Dus doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren als je dit nou leuke video's vindt. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!